Dat is weer eens wat anders hoor. Aan een beetje aandacht zijn de broertjes van Poppel inmiddels wel gewend. Maar van 200 fans worden ze nog steeds een beetje verlegen. Ik vind het meeste rare dat het gewoon mensen zijn hier bij mij uit de buurt. Dus normaal is dat bij het wielrennen en zo. Dus nu is het gewoon 100 meter van mij thuis af. Ja. Zo bescheiden als de Van Poppels vind jij niet veel. En dat terwijl ze dit jaar toch behoorlijk goed hebben gepresteerd. Derde plaats is er bijna zeker en die pakt hij nu op dit moment achter Kittel de winnaar. Ja, het zijn gewoon twee doodnormaal goede jongens die een hart hebben voor de sport. En die jongens die blijven bij zichzelf en willen ze eigenlijk gewoon de komende 15 jaar gewoon lekker gaan volgen. Kijk, daar komt hij in het geel aan de linkerkant van de weg. Dan zegt hij van Poppel, dan gaat hij het redden, houdt hij die gele trui. Daar komt hij, ja, natuurlijk, Danny van Poppel. Wint hier zijn etappe in de ronde van Duringen. Het is toch wel een stimulans, denk ik, voor als je weet dat er zoveel mensen achter je staan. Ja, dan ben je niet alleen, hè. Dan heb je echt nog een team wat echt persoonlijk achter ons staat. En, geeft wel motivatie, denk ik. Fanclub De Twee van Poppel zal niet alleen hier in café Mieke Pap en Poppel achter de broer staan. Ze zijn ook van plan om hem met bussen vol achterna te reizen door heel Europa.